strak in het velletje. Vet ordinair, ja. Je verwacht het niet als je de supermarkt inloopt. Nog voordat je het poortje door bent, wordt je al een koptelefoon aangeboden. Want in dit filiaal in Udenhout kon je vrijdagmiddag stilletjes winkelen. Koptelefoon op en ga met die banaan, prei. Silent disco's worden wel vaker georganiseerd in Udenhout. Maar waarom in de supermarkt? Ja, we vonden het heel erg leuk om eens een keer op een andere plaats te doen dan in een kroeg of alleen voor jongeren. En in een supermarkt ja, heb je toch wel de doelgroep jong en oud en volwassenen. En dat maakt het juist alleen maar leuker om een keer in de supermarkt iets te doen. Omdat je vaak, hè, wordt wel eens een keer een hapje en een drankje aangeboden. Maar dit soort dingen ja, worden eigenlijk vrijwel nooit gedaan. De filiaalmanager moest wel even achter zijn oren krabben toen hij de vraag van organisator Dorpsgek te horen kreeg. Ja, ik dacht, een silent disco in de supermarkt, wie bedenkt het? En ja, later ben ik daarover na gaan denken en toen dacht ik echt wel van, het is eigenlijk wel een heel mooi ludiek idee. En nog nooit vertoond in Nederland, dus waarom niet? Ja. Klanten mogen bij binnenkomst zelf kiezen of ze een koptelefoon op willen of niet. En als je dan één op hebt, dan kun je ook nog zelf kiezen naar welke DJ je luistert. Het feestje was nog maar net begonnen toen wij om 16:30 binnenkwamen, maar toch werd er al flink gesilent disco'd door de klanten. Ja, tot nu toe zijn de reacties heel erg positief. Ja, het evenement is eigenlijk pas net begonnen, dus ja, de andere reacties van de mensen zelf moeten we nog maar even afwachten. Ik ben benieuwd wat de avond ons verder gaat brengen.